En de winnaar is... Heerkens Groente en Fruit. Heerkens Groente en Fruit dus uit Nistelrode werd tot winnaar gekozen. Eigenaren Gert-Jan en Marielle Heerkens hadden het niet verwacht. Het is echt een wie van de drie. We hadden het alle drie kunnen worden. Dan is het echt heel speciaal als dan onze naam daar tevoorschijn komt. Ja. Niet verwacht, maar toch gekomen? Ja, een beetje gehoopt wel, maar echt helemaal niet verwacht. En zeker niet toen ik de filmpjes zag van de anderen. Ik denk van nou jongens, grote mannen. Maar ik ben er wel heel blij mee. Heerkens levert groenten en fruit aan horeca en bedrijven. Volgens de jury heeft het bedrijf een heldere focus, is het klantgericht en tonen de eigenaren doorzettingsvermogen. De titel is een feestje waard, vindt het echtpaar. Daar hebben we nog niet over nagedacht. Nou, in ieder geval op onze Facebookpagina en we gaan een nieuwsbrief eruit doen natuurlijk. Hadden we ook gedaan dat we genomineerd waren. Verder hebben we nog niet over nagedacht. Nee. Het personeel wel. Die worden nu op de hoogte gesteld en we morgen een feestje hebben. Op het ondernemersfeest werd ook de beste jonge ondernemer bekendgemaakt. En de winnaar is... Autorols. Je mag het verwachten als je bij de laatste drie zit. Dan is het zeker spannend als je dan uiteindelijk het geworden bent. Maar een verwachting heb je altijd. Maar dat die uiteindelijk ook uitkomt, is geweldig. Bij autobedrijf Autorols uit Heeswijk-Dinter rept de jury over deskundigheid, eerlijkheid en gezonde ambitie. Je krijgt een erkenning van bedrijven en die erkenning doet je heel goed. Ze wil zeggen dat je op de goede weg bent. En uiteindelijk geeft je zeker een hele grote boost aan je bedrijf om die volgende stap te gaan maken. Wat is je volgende stap? Ja, doorgroeien. Kijken wat je nog meer in je mars hebt. En kijken waar het bedrijf naartoe kan gaan uiteindelijk. En kijken wat je aan de werkgelegenheid, aan de maatschappelijke betrokkenheid. Alles om uiteindelijk je concept helemaal uit te gaan werken binnen de regio. Het Bernhezar Business Event wordt steeds gehouden bij een ander bedrijf. Dit jaar was dat Langenhuizenplant in Loosbroek.